Vastelovensvereniging De Kempernazen uit Sittard hield de jaarlijkse zitting op zaterdag 12 februari. Hoe eerst afscheid wordt genomen van prins Maaike de Eerste. Zijn vrouw kreeg bloemen, omdat ze haar man zo vuil had moeten missen. De ganse raad van Elf en hun dames kregen allerlei een herinneringssjaal van de aftredende prins, die daarna wordt geplukt en veranderde in oud prins. Na het optreden van diverse artiesten wordt het tijd voor een nieuwe prins. Zijn grootste liefhebberijen zijn trommelen in een band, keeper bij een zaalvoetbalclub en zijn vriendin Sanne. Leif Kempernazen, de nieuwe prins van de Vastelovensvereniging de Kempernazen, Brian Cantrop. Hij geeft er geheer als de prins Brian de Eerste. Prins Brian de Eerste komt uit een echte prinsenfamilie. Zijn vader wordt prins van de Kempernazen in 1998 en hij zelf wordt al jeugdprins van de Kempernazen in 2003. In het bijzijn van zijn vriendin Sanne wordt de nieuwe prins geïnstalleerd. Ik, prins Brian de Eerste, wil graag iedereen van de Kempernazen bedanken dat ze mij hebben gekozen tot de prins, dat ik over het schone Kempernazenrijk mag gaan regeren. Ik wil graag ook besluiten met mijn motto. Van het oud-plissenbrood tot aan de grens zal ik gewoon regeren over het Kempernazenrijk. Ik sta immer open voor de spas en de lol en best Ashley gewoon zich gaan voor de bol. Alaaf. Een week later, op zondag 20 februari, wordt afscheid genomen van jeugdprinses Dusty de Eerste van Rees. Voordat ze wordt geplukt, kreeg de mam nog een boeketje bloemen. En voor iedereen natuurlijk nog een cadeautje. Als dank voor dit schone jaar heb ik nog het voor u. Lang leven Vastelovens, lang leven Kempernazen. Hey. En dat komt goed. Jeugdprinses. Zij hebben de Eerste. Wij hebben een broer en een zuster. Zijn zuster kent er niet bij zijn, omdat ze nu stage deed lopen in Australië. Zijn gebroken broer steekt dit Vastelovens jaar nergens. Leef Kempernazen, de nieuwe jeugdprinses van Vastelovensvereniging Kempernazen, Cheyenne de Jonge. Ze gaat regeren als prinses Cheyenne de Jonge. Leef Kempernazen, hier is de jeugdprinses Cheyenne de Eerste. Leef Kempernazen, ik zal het tijd meer verbazen. Met name met de grote prinsen hiervoor, springen en wassen via de hele Vastelovendag. Allah.